Het erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers vindt het belangrijk om de geschiedenis en de cultuur van de eigen streek uit te dragen. Daarom organiseert het erfgoedcentrum diverse activiteiten op het gebied van educatie. Een gloednieuw educatiepakket voor de jonge kinderen is Plat voor Potwortels. Een pakket met voorlees- en werkmateriaal gecombineerd met spelletjes en muziek. Hiermee wil men deze leeftijdsgroep kennis laten maken met de Achterhoekse streektaal. Op kinderdagverblijf Pindakaas in Groenlo leren ze op deze manier spul om de wies een beetje platbrood. Je hebt allerlei projecten, bijvoorbeeld lessen en cursussen, om het Achterhoeks, zowel de taal als de cultuur, om dat een beetje te stimuleren en te promoten. En je hebt eigenlijk de wiesneuslessen bijvoorbeeld, die bent voor groep 5 en 6, die bent net weer begonnen. Op de basisschool. Je hebt de cursus Achterhoeks. Dan begint volgende maand in april weer. Dat is voor volwassenen. Een cursus van 6 avonden. Lesavonden. En wie hebt streektaal in de zorg. Wie hebt een mbo-lespakket. En wie dachten eigenlijk van... wat missen we nog? En dat waren echt hele kleintjes. Dus door is toen Plat voor Potwortels uit voor de kom. Potwortels. Wie praten vroeger porrewortels? Of heb ik dat fout? Nee. En foutheid zeker niet. Achterhoeks heeft heel veel taalvarianten. Hè. In elk dorp zegt ze dat we net anders. Ja, ja. En wie hoort dat ook vaak? Van de een zegt porrewortel en in de Liemers zegt ze vaak poortwortel. Ik kom uit Reurlen en ik ken het potwortel. En wie vond het bekt ook nog lekker, plat voor potwortels. Dus zo is dat er worden. Maar die het net wat anders zeggen, is dat helemaal goed. Ja, ja. Blijft dat hangen bij die kinderen? Krijg je medewerking van ouders? Hoe gaat dat? Nou ja, dat was natuurlijk eerst een beetje aftasten. Hè. We hadden dat bedacht. En toen dachten we van ja, hoe gaan we dat nou doen? En toen hebben we een goed rondekeken. Hoe leert kinderen nu, hele jonge kinderen? Want ja, van 2, 3, 4 jaar, die kunnen ook nog niet lezen natuurlijk. Dus we hebben geprobeerd een soort pakket te maken. Wordt ze met spelletjes, verles, boekjes, gespreksonderwerpjes. Een poster wat ze dingen op kunt aanwijzen, plaatjes. Zo hebben we geprobeerd om daar een mooi pakket van te maken, wat ze met aan de gangen kunt. Ja. En dat ze zo eigenlijk wat woordjes in dialect met krijgt. Want wie snapt ook wel dat je jonge kinderen niet helemaal plat kunt leren praten, weet je niet. En zeker in die paar uurtjes dat ze dat bij opa en oma of op de kinderopvang zoals hier krijgt. Lezen. En het boekje gaat over de bea. Hallo! En dat gaan wij voorlezen in het plat. Dat is leuk, hè? Wat is er toch met bea? Zijn snoetje is zo bleek. Die kik ook zo verdrietig. Misschien worden we ziek. Kikkens. Ziekens. Ja, dat betekent ziek, hè? Heel goed. Nee, Bea moet in de was. Aan zijn ene oor zit botten. En op zijn berenneuzen. Oei, dat leek wel snotten. Nee, boten. Boten? Ik heb hier een dobbelsteen. En er staan allemaal woordjes in het plat op. Zullen we eens kijken wat er allemaal op staat? Kijken of jullie dat kennen. Ja, dan wil jij voor mij dobbelen. In de kring mag je dobbelen. Wat staat erop? Een beer. De beer. En er staat op, de beer is ziek. Wat zou dat betekenen? Ziek. Ziek? Heel goed. Kunnen jullie dat zeggen? De ziek. Beer is ziek. Ziek. Maar ziek. 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 Goed zo. Heel goed. Gaan we nog een keer dobbelen. Luna. Mag jij dobbelen? Wat staat erop? Bert, de bromvlieger. Wat zou dat betekenen, een bromvlieger? Die kan vliegen. Die kan vliegen? Ja, maar wat is het? Een? Vlieg. Een bromvlieg. Ja. Hier, wat is dit? Een? Ceel. Wat is dat? Een hondje. En weet je wat een hondje in het plat praten betekent?
Een? Huntje. Een huntje. Wil je het nog een keer proberen, Jade? Moet je alleen of de stekketjes? Zie je, wat is dit? Wacht, andersom. Dus dat zie je. Jongens, doen jullie alle beetjes even in de bak? Een katten. Hier, wat is dit? Een? Een poppen. Wauw. Liam, nog een keer. Hier, welke wil jij aanwijzen? Potwortel. Hier. De potwortel. Dikke, 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 dikke pret. Goed zo. Blad verpot, wortels, dat geeft wel plezier. Dus luste Nami, fijne liedje hier. Daar gaan we. Een huis, dat klinkt als een huis. Heel goed. En thuis, dat is mijn thuis. Papa, mama, dat zijn mijn va en moe. En mooi is het woordje voor... Dus wie dacht, wie moet een soort zuidjes planten, zodat ze weet dat er ook nog een andere taal is wie hier bij de regio hoort. Ja, ja. Hè? Als alleen maar Nederlands. En ook voor buitenlandse kindjes, hè, van dat die ook, want de meertaligheid is heel goed. En ja, onze eigen taal hier is Achterhoeks eigenlijk. Dus het is heel mooi dat ze door wat van met krijgt. En dat ze dan die klanken af en toe hoort en wat woordjes leert kennen, dan hopen we dat ze nieuwsgierig worden en dat ze dan later in hun leven, dat ze dan misschien denkt van, goh, hè, lokkers aan mama of papa of opa en oma vrouwen en loder ze over hebben over dat platpraat. Dan misschien wel wat vaker gewoon doen. Ja, ja, ja. Voor ons was dat vroeger niet anders. Dat was ook niet anders gewend. We praten gewoon plat thuis. Ja. Maar school, gewoon weer Nederlands. Maar toch bleef het plat, bleef er goed in. Vroeger, dat hoorden we dan heel vaak, en vooral de generatie nog boven mij, van ja, ik moest op school als Nederlands leren praten, want ik kon alleen maar plat. Hè, ja. Want tussen praat niet plat. En dat, dan werd dat platte hoors u de slagen, hoorden we soms van, nou, want hij had geen kans op goed werk en dit en dat. En nou, daar ben ze gelukkig helemaal van teruggekomen. Want nu is het bekend dat die meertalig wordt opgevoed. En zeker in die hele belangrijke eerste jaren, van 2 tot 5 bijvoorbeeld. Dat die dan meerdere talen al leert spreken. En kinderen die zuigt dat op als een spons. Ja. Hè, die leert dat heel makkelijk. Dan word je juist, dat is juist heel goed voor uw taalontwikkeling. Hè, daar word je echt taliger van. Dus het is heel positief in plaats van negatief. Wat vroeger werd de dag. En ja, of het dan later nog terugkomt. Want nou, op school en zo wordt er weinig aan het doen. Gelukkig steeds meer. Daar zien we wel echt een kentering. Ja, ja. Sinds het Neder-Saxisch ook is herkend als officiële taal. Hè. Is daar subsidie voor. Daar kunnen we ook dit werk van doen. En wordt er dus steeds meer aandacht besteed aan dat streektaalonderwijs. En het Neder-Saxisch. En met Wiesneus op school. Maar er is ook de bundel plannen om echt een soort leerlijn te maken in het Neder-Saxisch. Verlaten op de basisschool. Maar ja, ja. Dat duurt wel even voordat dat de deur is. Maar die plannen bunten wel, dus dat is hartstikke mooi. Het is toch niet zo wie dat is in Friesland, dat ze daar zo trots op dat Fries. Ja. Nou, zo trots binnen wie als Achterhoekers ook zeker, denk ik wel, op de taal. Ja, dat hoor ik wel overal. Hè? Dus, maar ze bunten door inderdaad nog een stap witter met die taalerkenning. En ook dus met ja, het geld en alles wat er voor wordt gedaan om die taal erin te holen. Ja, ja. Hè? Dat ze er op school Fries dingen hebt. En ja, dat hebben we hier nog niet. Maar dat komt misschien wel. Wilt er nog meer activiteiten buiten de school nemen? Wat jullie God verzorgen? Nou, wie hebt eigenlijk door de laatste jaren heel drukke geweest met nieuw materiaal maken. Hè? Van wat ik al zei, die cursus Achterhoeks voor volwassenen. Den is er al een paar jaar en den is heel succesvol. Dat plat voor potwortels heel vorig jaar dus ontwikkeld en daar wordt nu uitgerold. Dat is, ja, we hebben het gepresenteerd en er is heel veel aandacht voor geweest in de media ook. We zijn ook op landelijke televisie, radio, overal geweest.
in de kranten. En het leuke daarvan is, wat wel goed is om erbij te zeggen, van het is dus dat pakket, hè, dat is met een paar boekjes en een poster en een dobbelsteen. En dat is aan te vragen door kinderopvangorganisaties, hè, zoals hier Pindakaas. Maar ook de gastouders, de bibliotheken, hè, allemaal educatieve instellingen, ja, die dus met peuters werkt. Daar is het gratis voor, maar die mensen moeten dan wel vervolgens aan de slag met. En wie dachten ook van, ja, zult ze dat doen? Dan moet je afwachten. Maar sinds het pakket is gelanceerd, begin dit jaar, bent er dus al meer dan 100 organisaties wie dat heeft aangevraagd. Dus je kunt daar wel stellen dat er meer dan duizenden peuters in de Achterhoek straks een muntje plat leert praten. Nou, dat is hartstikke mooi. Dus dat is al hartstikke mooi. En daar ben je heel druk met de wijs. Dus daarom staat sommige andere dingen een beetje op een laag pitje. Ja. Maar wie hebt ook, dat is ook wel heel mooi om te vertellen, 2 jaar terug ons heel hard maakt voor streektaal in de zorg. Want we merken van, nou, de mensen wie nog veel plat praat in deze streek, die bent vaak wat ouder, hè, want die kunnen het van oud zijn nog. En als je dan op een gegeven moment zorg nodig hebt, zoals ze komen in een verzorgingshuis of ze wordt dementerend, dan is bekend, en dat horen we ook van iedereen, dat ze teruggegaan naar hun moedertaal en dat is het Achterhoeks. Maar heel veel verzorgenden, zusters en zo, die kunnen niet meer plat praten. Dan ben je vaak jongelui. En dat is best wel heel lastig, want daardoor voelde het niet zo vertrouwd. Nee. Dus wie hebben bedacht, wie moet er wat aan doen? En toen hebben we een zorgzakboekje ontwikkeld, zo'n klein buukje. En daar staat allemaal termen van de zorg in en ook dingetjes die dagelijks gebruikt. Hè? Hoe ga je dat nou mee doen of wat wil je eten? Zulke dingen. Ja. En dat hebben we vertaald, dus een soort vertaalgidsje. En ik moet zeggen, daar bunt ook echt heel veel mensen op aan de slag. En wie stelt dat boekje ook gratis beschikbaar, hè, voor zorginstellingen? Voor de medewerkers door. En wie merkt dat er gewoon enorm enthousiast op wordt gereageerd. Van mensen die zeggen ook van, ja, wie merkt eenmaal een woord plat praten tegen iemand. Dat dan meteen van, hoe kun je plat praten? Ja. Nou, hè, dat voelt dan meteen volle beter. Ja, zo. Kundigheid. Ja, dat er kundigheid is, ja. Zo. Dus dat was ook onze slogan van, het geneest niet, maar voelt wat beter. Ja. Weet je niet, plat praten. Dus niet zeggen van, wat zegt hij nou? Ja. Dus, het leuke is van, er bent nog meer Neder-Saxische taalorganisaties. Hè. Wie bent dan van het Erfgoedcentrum in Doetinchem, voor de Achterhoek in Liemers. Maar je hebt ook bijvoorbeeld het Huis van de Taal in Drenthe en in Groningen een centrum, de Overijssel Academie. En wie werkt al veel samen. En in Drenthe bijvoorbeeld hebben ze ook heel veel mooie dingen ontwikkeld. Nou, die konden wie dan wel eens hier voor Achterhoeksen. En dat hebben we ook wel gedaan. En ja, bijvoorbeeld met Groningen houden we door. Was een heel mooie initiatief. Groep 8 van de basisschool. Een lespakket van oud naar jong. En dat was in Groningen. Is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit door. Dat hebben we dan een paar jaar terug naar het Achterhoeks vertaald. Er zit ook een app bij waar je met kunt oefenen en plat praten. Nee. Ja, en dat hebben we ook met sponsoring van de visfabriek gedaan. Dus, en dat hebben we op de Zwarte Cross gepresenteerd. Dus dat was ook een hele mooie samenwerking. En dan kun je zien van, dan kun je witten, samen kun je witten komen. Ja, ja. Maar het mooie is van, het Erfgoedcentrum heeft dus nu dat zorgzakboekje een paar jaar terug gemaakt. En nu dat plat voor potwortels. En nu merken we dus ook dat de andere taalorganisaties nu bij ons aanklopt van, goh, dat is eigenlijk zo'n mooi spul. Dat willen we ook graag in onze streektaalvariant doen. Ja. Dus het zorgzakboekje is nu in Overijssel net gepresenteerd. En in Groningen ben ze ook bezig om het ook in het Gronings te vertalen. Dat is dus, hartstikke mooi. Ja, en wie bent ook nog bezig met een Veluwse variant. Want de Veluwe, dat hoort ook bij Gelderland, bij het Neder-Saxisch taalgebied in Gelderland. Dus dat valt ook onder ons, onder het Erfgoedcentrum. Dus daar ben we ook bezig. We hebben een stagiaire. Wie van de Veluwe komt en wie zich helemaal hard maakt om door allerlei mooie projecten op te starten. Dus daar komt dan straks ook dat zorgzakboekje uit. Wie hoort vaak van, ja, dat plat praten, daar ben ik niet meer op gegroeid. Dat kan ik niet of dat durf ik niet of het klinkt zo raar. Nou, wie denkt van, nou, die schaamte mogen gewoon helemaal voorbij. Dat is ook onzin. Het is onze taal en die moet gewoon proberen. Ja. Gewoon doen. Okay. Je hebt Achterhoeks en Liemers. Zit daar nog verschil tussen? Wie bent natuurlijk het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, dat klopt. En dat is eigenlijk zo gekomen. Vroeger had je het Staring Instituut.
Ja, dat is bij veel mensen nog wel bekend. Nou, en dat is toen eigenlijk overgegaan in het erfgoedcentrum. Maar het bundt eigenlijk wel twee hele verschillende taalgebieden. Dus dat is ook wel een beetje lastig. Het Achterhoeks hoort onder het Neder-Saksisch, waar ook dus Groningen, Drenthe of Overijssel ondervult, ja, Veluwe. Ja. Maar de Limes is een Neder-Frankische taal. Dat heeft veel meer te maken met het Limburgs, met die zachte G. Daar zeggen ze ook G in plaats van I. Ja. Dus eigenlijk, dat heeft een totaal andere taaloorsprong. En hoewel wie ook dingen voor de Limes doet, is het wel zo. Het Achterhoeks is als, als het Neder-Saksische taalvariant erkend. Hè? Het Neder-Saksische is erkend als taal. En Durham wordt er soms meer geld voor vrije gemaakt om dat te promoten. Dus Durham hebben we deze projecten wat nu over hebt, dat plat voor potwortels en dat zorgzaakboekje, is dat in het Achterhoeks vertaald en niet in de Limes. Oké. Okay. Ja. Maar de Limes merkt zich wel hard om nu het Kleverland, noemt ze dat dan, om dat erkend te krijgen als taal ook, zodat die ook meer die voordelen krijgt. Ja, ja, ja. En daardoor dan ook mooie projecten op de start kunt worden. Ja. Als de mensen met informatie wilt, waar kan ze dan terecht? Nou, dan kunt ze naar internet gaan en dan op onze site. En dat is www.ecal.nu. Mag ik u danken? Dat mag. Dan ben je deze.